Er heerst heel veel ontevredenheid onder de Rotterdamse jongeren over het uitgaansleven in Rotterdam. En daarom organiseert de Rotterdamse Jongerenraad een bijeenkomst getiteld Rotterdam bruist of toch niet. Wat doe je in het weekend? Stappen natuurlijk. Uitgaan is voor 28% van de Rotterdamse jongeren van 16 tot en met 40 jaar een van de belangrijkste activiteiten in het weekend. Van alle Nederlandse jongeren bij elkaar geven Rotterdamse jongeren het meeste geld uit tijdens een stapavond. Wel €43 per persoon. We gaan wel minder uit dan het landelijke gemiddelde. Want uitgaan is volgens ons heel duur. De entree- en drankprijzen vinden we erg hoog. Dansclubs en discotheken zijn het meest populair onder jongeren van 16 tot en met 25 jaar. Hoger opgeleide jongeren gaan meestal naar grand cafés en bars. Die houden soms meer van een diepzinnig gesprek dan van lekker dansen. Hola. Hier in Phonix Start. Het is 6:06. Tijd om je te vertellen hoe het gaat met uitgaan in de grote steden. Jongeren van 18 tot 27 jaar zijn ontevreden over het uitgaansleven in Rotterdam. De Rotterdamse Jongerenraad besloot daarom het uitgaansleven onder de loep te nemen. Rotterdamse Jongerenraad bestaat al meer dan 20 jaar. En het is gewoon eigenlijk ontstaan omdat jongeren gewoon de drang hadden om een stem te laten horen. Nou ja, ik hoor jongeren heel veel klagen. Tegelijkertijd kwam er net een mooi filmpje voorbij waarin toch ook al heel veel uitgaanslocaties toch even snel voorbij komen. Het is ook niet helemaal nul, maar we hebben nog wel wat te doen.